welkom bij de podcast Menno en Erwin wandelen in de natuur en wetenschap. En Menno, vandaag gaan we het hebben over jouw onderzoek in Schiermonnikoog. Yes. Ja, Schiermonnikoog heeft voor mij een... daarom dus ook een bijzondere betekenis, omdat dat ik er een aantal seizoenen echt gewerkt heb in het veld. Het was, om maar duidelijk te maken, nooit direct mijn eigen onderzoek. Ik deed mee aan het onderzoek van anderen. Mm-hmm. En het eerste onderzoek waar ik meedeed was met mijn vriendin Gerda Allersma. Die had als opdracht om te kijken of je het gedrag van koeien en hoe lang ze verbleven in bepaalde vegetaties, of je dat kon waarnemen op een indirecte manier, niet door steeds naar de hele tijd naar ze te kijken, maar door te kijken naar de koeienplakker die koeien produceren. Dus je kijkt dan naar de koeienplakker? Ja. En daaruit... Aan de hand daarvan, aan de hoeveelheid en de soort koeienplakken, want daar komen we zo nog wel op, kan je dan afleiden hoe lang, hoeveel koeien waar geweest zijn. Oké. Okay. Nou, het bijzondere voor mij was dat ik was toen helemaal niet, geen plantenman. Ik kende nauwelijks planten. En om daar een beetje nuttig te zijn bij dat onderzoek, moest je alle planten kennen van die kwelder. Nou, het grappige is dat dat zijn maar heel weinig planten. Dat zijn als je een stuk of 15 soorten kent, dan heb je alles wel een beetje gehad. Dus dat was voor mij een ideale start, zeg maar, ja. om botanisch onderzoek te doen. Maar waarom zijn het er dan zo weinig, denk je? Omdat het is een heel bijzondere vegetatie, omdat je moet natuurlijk voorstellen, het is een gebied wat voortdurend overstroomd kan worden door zout water. Dus planten moeten daar tegen kunnen. Ja. Nou, dat begint met het plantje wat je het eerst tegenkomt, een zeekraal. Mm-hmm. Dat kan je tegenwoordig in de supermarkt ook kopen. Ja, want dat is ook... Dat is lekker. Sla. Ja. Ja. Het grappige is dat... ik was heel veel jaren later in Australië en daar heb je zoutwoestijnen midden in Australië. En dacht ik, daar ken ik dat plantje wat er staat. Ja. Nou, dat bleek dus ook een familie te zijn van dat Salicornia, dat zeekraal, een andere soort. Maar je herkende het meteen en toen zag ik nog een paar grassoorten. Maar je zegt je herkende het meteen, hoe ziet het er dan precies uit? Nou, het is een beetje een vettig plantje, zeg maar. Je ziet het... Het ziet er wat uit alsof het een soort lidcactusje is, zou ik maar zeggen. Met vettige blaadjes. Het is natuurlijk zout. Het slaat zout op in die bladeren. Dus het ziet er eigenlijk uit als een raar plantje wat je eigenlijk niet zo goed thuis kan brengen. Nee. Geen knop in en dat soort dingen. Nee. Maar je hebt dus ook dingen als zeeaster en zeekraal en lamsoor en Engels slijkgras. Nou ja, het zijn allemaal prachtige soorten die dus allemaal als gemeenschappelijk hebben dat ze kunnen dealen met veel te veel zout. Ja. Nou, en dat gebied is natuurlijk bijzonder omdat daar zijn slenken in. Dus waar het water ook het land inkomt. Mm-hmm. En dat kan heel bizar gaan. Ik herinner me een legendarische tocht die ik toen ik jaren later een tijd in het buitenland werkte. Ik kwam met een Duitse collega naar Schiermonnikoog. En toen werden we vergezeld door twee Groningse collega's, waaronder de professor dierecologie. Altijd een keurige meneer. En wij liepen, in feite gingen we kijken naar kolonies van vogels, van meeuwen en... En op de terugweg zagen we, het wordt erg hoog water. Het was een soort springvloed. En dan heb je een hele grote brug, dat is zo richting Kobberduin, heb je een grote slenk. Ja. En die brug die stond dus helemaal onder water. En wij zaten onder tijddruk. We moesten de boot halen, want er moest verder gegaan. En we keken elkaar zo aan. En drie van ons aarzelden geen ogenblik, kleren uit. Ja. In een bundeltje schoenen erbij en over het hoofd. Die hoogleraar die vertrok geen spier en die liep gewoon keurig in zijn pak. Woeps, over die brug heen, zeiknat. Ja. Nou, daarna gauw naar het veldstation. Fietsen gerequireerd van de studenten die helemaal verbouwereerd, want we moesten die boot halen, we waren al te laat. Dus ze zeiden, jongens, haal de fietsen straks maar weer op bij de steiger. Ja. Een legendarisch tochtje. Ja.
Maar dat geeft maar aan hoe dat water kan dus echt alles bedekken. En daar moet die vegetatie dus tegen kunnen. Ja. Nou, waarom het bijzonder onderzoek daar plaatsvond, was omdat er al heel lang bewijding is. Dat is een manier om de vegetatie een beetje laag te houden en het open te houden. Is om daar jongvee te hebben lopen. Oké, want wat je dus nu heel veel om ons heen ziet, hè, dat je daar koeien of wat dan ook hebt, dat was daar eigenlijk heel vroeg al. Ja, dat was is al toen al ingezet. Ja. En niet ongevaarlijk, er liepen ook altijd een paar stiertjes bij. Die hadden ook speciale opgaves. Maar wij moesten dus onderzoek doen naar die vegetatieontwikkeling. Dan zette je kwadraten uit, PQ's heette dat, permanente kwadraten. En dat waren kwadraten waar wel of niet koeien doorheen konden lopen. En dan moest je regelmatig die planten daar opnemen. Maar je moest dus ook inmeten waar koeienplakken lagen. Ja. En als die als je die gezien had, dan moest je ze merken met een natuurvriendelijk verfje dat je ze gehad had. En dan onderscheiden wij drie soorten plakken: loopplakken, rustplakken. Oké, dus als de koe liep, dan was het een loopplak. Ja, dan was het een loopplak. Ja. Dat was een sequentie van kleine plakjes achter elkaar. Ik zie het voor. En dan had je de graasplak. Dat waren wat grotere plakken die toch bij elkaar waren. En dan had je de lichtplak. Nou, dat was dus een herkauwende koe die nauwelijks opstond en die een enorme hoop produceerde. Okay. Nou, het was heel veel werk. En om te controleren moest mijn vriendin dan een hele 24 uur achter een koe lopen. Dan moest ze af en toe opgevangen worden. Met een lantaarntje liep je dan achter een koe aan en noteerde waar die wat deed. Nou, kortom, echt hoogstaand biologenwerk. Ja, dat begrijp ik. Het tragische is dat uiteindelijk bleek het niet precies genoeg om een bruikbare methode op te leveren. Dat is natuurlijk heel vaak in onderzoek. Je doet iets, je probeert iets, maar het werkt toch niet helemaal uit. Ik denk, je vroeg me wel eens een keer van, zijn er niet modernere manieren van onderzoek? Nou, hier zou je natuurlijk nu een loggertje op een koe plakken. En je zou hem gewoon op je GPS op je mobieltje kunnen volgen. Ja. En als hij een langere tijd ergens bleef, dan kon je concluderen dat hij aan het herkauwen was. Ja. Maar is het niet iets, Menno, wat je ervan geleerd hebt? Of zeg je van, ik heb daarvan geleerd ten eerste die vegetatie. Ja. En dan kom je in Australië en woeps, dan zie je ineens, dan zie je hetzelfde midden in Australië, maar dat is omdat daar een zoutwoestijn is. Je leert dus toch kennen van hoe bijzonder zo'n heel gebied is. Ook qua insecten die daar zijn, de rupsen die je tegenkomt. Je leert natuurlijk de vogels kennen, de kiekendief die je elke dag over ziet komen. En dus precies weet waar zijn jachtgebied is. Je ziet af en toe spreeuwen ineens landen en weer wegvliegen. Ja, je krijgt echt een gevoel voor zo'n gebied. Ik heb wat minder gevoel voor de koeien gekregen. Want eerlijk gezegd was je altijd licht panisch aan het kijken waar die stiertjes nou weer waren. Ja, ja. Want die waren niet helemaal ongevaarlijk. Nee. En ik was natuurlijk in dit geval gewoon een domme kracht. Ik werd ingehuurd om lijntjes uit te zetten en om braaf aantekeningen te maken. Het was wel mijn eerste echte kennismaking met veldwerk. En ik moet toegeven dat ik dat wel leuk begon te vinden. Jeetje, dat is toch wel iets om ook in weer en wind daar altijd te zijn. Ja. Want je had ook nog een ander onderzoek, dat was over spreeuwen. Ja, dat ging over, dat was het onderzoek van Joost Timbergen. En dat ging over het voedselzoekgedrag van spreeuwen. Spreeuwen die leven in de jongerentijd, moeten ze enorm veel voedsel aandragen aan een jongen. Dat werd altijd gefilmd met camera's. Dat was toen heel modern. Je had een fotocelletje en het klikte als er een spreeuw binnenkwam. En dan zag je in zijn snavel wat hij had. Ja. En dat waren of eemelten. Dat zijn de larven van langpootmuggen. En die leven in het grasland. Dus in die bankspolder, in die weilanden. Ja. Het zijn typische knagertjes van graswortels. Gehaat door boeren. En dat is goedkoop voedsel, nogal een beetje nattig. En het dure voer, dat
waren de rupsen uit de kwelder. Maar daarvoor moest de spreeuw dus heel lang vliegen. Die moest dus echt... Die was wel 7 minuten onderweg. Voordat hij met 1 rups terugkwam. Terwijl die 1 mijl, die kon hij veel sneller pakken. Nou, dan ging het erom... Dat was het kern van het onderzoek van Joost Timbergen. Waar een prachtige film trouwens van gemaakt is... door zijn broer Thijs Timbergen, Spreeuwenwerk. Over die afweging van hoeveel 1 mijl moet ik geven... en hoeveel rupsen. Ja. Een beetje afhankelijk van hoe hongerig de jongen zijn. Om het dieet goed te laten zijn. Goeie. En wat ik gedaan heb, is een deelonderzoek voor wat Joost later ook kon gebruiken in zijn proefschrift uiteindelijk. Dat was om te zien hoe makkelijk spreeuwen nou die eemelten uit zo'n grasvegetatie konden krijgen. En hoeveel van de eemelten die erin zaten eigenlijk opgehaald werden. Nou, de grap is dat we hadden halftamme spreeuwen. Die gewend waren aan mensen, die leefden in kooien, die we konden verplaatsen. We gingen dan in het weiland, zetten we een schuiltentje op en zetten een bak uit, aansluitend aan de kooi van de spreeuwen. En dat was dan een grasstrook van 2 meter breed en 2 meter lang en 10 centimeter breed. Mm-hmm. En die spreeuw werd dan losgelaten en ging in die grasmat naar 1 mijl te zoeken. Ja. En de grap was dan dat de eerste spreeuw ging daarin en die had en het criterium was dan hij moet 3 eemelten binnen 5 minuten hebben of zoiets. Die eerste spreeuw die had binnen de kortste keren had hij die 3 eemelten te pakken. Nou, dan werd hij weer vriendelijk naar zijn kooi geleid en dan kwam het spreeuw nummer 2. En die had dan behoorlijk veel moeite om in die 5 minuten 1 eemel tevoorschijn te halen. Oké. Okay. En daarna kwam de derde spreeuw en die lukte het helemaal niet meer. Oh, dus ze waren al weg? Of ze waren al, ze waren al weg, of zo. Ja. Of waren er niet meer, het was op. Ja. Nou ja, daarna kwam dus het harde werk. Dat deden we alleen tijdens cursus als er heel veel hulpstudenten aanwezig waren. Dan groeven we die hele grasmat van 2 meter en bij 10 centimeter, die werd uitgegraven. Hm. Werd meegenomen naar het veldstation. En daarna werd met de hand alles uitgezocht. En dan bleek dat er nog tientallen eemelten aanwezig waren in die plag, maar die zaten allemaal naar beneden. En wat we konden reconstrueren, wat er gebeurt, zo'n spreeuw spert met zijn snavel de vegetatie open. Ja. Dan, dat doet hij op speciale plekken waar kleine gangetjes zitten, waar hij al kan vermoeden dat er een eemelt zit. Wij kunnen dat nauwelijks zien. En zo gauw hij dan iets van zo'n eemelt, bij wijze van spreken, speurt, voelt, ruikt, weten we niet precies, dan gaat hij wroeten. Dat is een heel energieke beweging met zijn kop waarin hij in de grond schroeft. En dan heeft hij dus, ja, dat is verbijsterend om te zien. Joost heeft het ook prachtig laten filmen in die film Spreeuwenwerk. Dan heeft hij binnen een seconde heeft hij zo'n eemelt te pakken. Terwijl als je dat zelf probeert, dan ben je dus 10 minuten bezig en dan heb je met grootste moeite 1 eemelt gevonden. Ja. Het is verbijsterend wat die spreeuwen daar kunnen. Hoe efficiënt ze zijn. Ja. Maar wat ze door die activiteit jagen ze dus in principe die eemelten naar beneden. Dus wat wij dan zeggen is dat de beschikbaarheid van de hoeveelheid eemelten is dus veel kleiner dan het totale aantal. Ja. Ja. Nou, en dat konden we combineren met ander onderzoek van Joost Timbergen, waar die in kon meten waar precies die spreeuwen gingen fourageren. Die kon heel precies de plekken waar die ging fourageren inmeten op kaarten. En met een heel kijkersteam werd dat allemaal gevolgd. Er zaten dus 4 man continu te kijken naar 1 spreeuw, dag in, dag uit. Okay. En wat je dan zag is dat die spreeuwen dus precies 1 bepaald pad volgden. En de tweede keer dat ze kwamen, gingen ze daar net even voor langs. Dus ze zaten nooit op dezelfde plek. Ze wisten precies waar ze geweest waren en gingen dan de volgende fourageertocht net even anders daarnaast. Ja. Dus kortom, ze hadden een voortreffelijk ruimtelijk inzicht, een goede herinnering waar ze geweest waren. En op die manier konden ze zorgen dat ze dus optimaal eenmaal te pakken krijgen in hun zoektijd. Als je dat allemaal realiseert, dan krijg je wel heel veel respect voor zo'n vogel die zo'n ongelooflijk goed ruimtelijk geheugen heeft, zo'n goed timen kan. Ja, want we zien, wat ik natuurlijk prachtig in de natuur vind, zijn die zwermen van spreeuwen. Dat is toch ook speciaal bij spreeuwen eigenlijk zo? Ja,
Dat is iets... Kan ik dat dan koppelen aan dat 3D-inzicht? En... Nou ja, in ieder geval moeten ze een dat is dan echt 3D. Want ja. dit is fourageren is in feite vlak. Mm-hmm. Dat is een fenomeen van slaaptrek. Dat kon je ook op Schiermonnikoog wel zien. Als die kolonies wat verder waren, en de jongen waren wat verder dan... gingen de ouders met al dan niet met jongen ook naar de Westerplas aan de westkant van Schiermonnikoog. En daar zag je dan die enorme wolken al. Ja. Nou, die wolken kennen wij hier in Groningen bijvoorbeeld rond het Zuidlaardermeer. Ja. Daar kan je dat zijn honderdduizenden spreeuwen die je kan zien op slaaptrek. Ja, dat is een fenomeen. Daar wordt nog steeds heel veel onderzoek gedaan omdat we het niet goed begrijpen. Wat is precies de wetmatigheid? Hoe kan het dat die spreeuwen in zo'n enorme vlok zo ontzettend behendig kunnen vliegen? Ja. Het is ook zo dat roofvogels proberen daar wel eens in te jagen, maar dat heeft geen enkel, dat hebben geen enkele kans. Het is zo verwarrend als je zo'n enorme vlok spreeuwen ziet die ook heel behendig om zo'n roofvogel heen vliegen. Hm. En hoe dat precies werkt, dat weten we niet. Maar het is, je hebt helemaal gelijk. Dat betekent dus dat hun ruimtelijke reactiepatroon is ongelooflijk goed. Ja. Het heeft iets met de nabijheid van de buur, de afstand tot de buurvogel moet je natuurlijk precies rekening mee houden. Ja. Er zijn allerlei soort modellen die ook wel van toepassing zijn bij vissen. Ik zit eigenlijk een beetje van, moet ik nou de dood doen of vragen ook stellen, Menno? Wat hebben we nou in dit onderzoek gehad? Wat je eraan hebt, dat zijn in feite een aantal dingen. Ten eerste begin je te begrijpen wat er eigenlijk voor nodig is voor vogels om zo'n broedseizoen met hun jongen door te komen. Dus wat voor omstandigheden heb je nodig dat die vogels dat werkelijk met succes hun jongen groot kunnen brengen? Okay. In dit geval betekent dat voor die spreeuwen dat het niet alleen weilanden zijn, maar dat het ook gevarieerdere vegetatie is waar die rupsen, die kwaliteitsprooien in zitten. Als je beesten namelijk alleen maar eenmaal te gaan geven, dan gaan de jongen krijgen een hele dunne poep. En dat is voldoende om het nest te doen mislukken. Want normaal gesproken verwijdert de mest, die zit in een soort zakjes. Je kan die uit het nest vliegen en dan blijft het nest schoon en droog. Mm-hmm. Voert hij te veel eenmelten, dan vernat zo'n nest. Ja, dan gaat in principe de hele zaak dood. Ja. Je weet dus veel meer over wat er nodig is aan omstandigheden, aan vegetatie, aan prooidieren. Maar je weet dus ook bijvoorbeeld dat het niet alleen het aantal prooidieren belangrijk is, maar ook hoe de structuur van de grond is. Ja. Kunnen die prooidieren wegvluchten of niet? Je begint kortom een systeem te begrijpen. En ja, waarom zijn dan die vogels belangrijk? Nou, er is een beroemd en berucht gebeuren in China geweest, waar Mao uitgevonden had dat vogels te veel graan zouden eten en stelen. En er is toen een belachelijke campagne geweest waar dus vogels moesten gewoon afgeschoten worden. Oké. Okay. Het gevolg, dat is massaal is dat gebeurd. En het gevolg daarvan is dat er enorme insectenplagen kwamen. Want we realiseren ons niet hoeveel insecten er gegeten worden door vogels in de broedheid met name. Ja. En verzameld worden. Je ziet die spreeuwen ook met snavels vol met allerlei insecten. Vliegende insecten die ze ook nog erbij pakken. Dat zijn gigantische aantallen. En wij zouden echt... een ellendige toekomst tegemoet gaan zonder vogels. Ja, want dan, als ik mag kiezen, liever vogels dan wat insecten, Menno, dat klopt. Nou ja, die insecten heb je ook weer, die zijn ook weer nodig in het systeem. Maar het kortom, je begint te begrijpen hoe zo'n heel systeem in elkaar zit. En zonder die kennis zou je hele rare maatregelen nemen die vogels in hun voortbestaan bedreigen. Je zou het natuurlijk systeem kapot maken. In principe wat er op dit moment in behoorlijk wat landbouwgebieden gebeurt, daar is het beleid zo eenzijdig op efficiëntie van productie. Ja, dat is biologisch gezien haast dood. Ja. Dat kunnen we ons niet veroorloven, omdat
overal te doen. En misschien doen we het al te veel. Ja. Dat feit dat de biodiversiteit in Nederland zo achteruit gaat, heeft daar toch ook iets mee te maken. Ja, dat staat volgens mij nu ook goed op de agenda. Dus ja. Laten we aannemen dat er goede keuzes worden gemaakt. Menno, dan zijn we toch hartstikke mooi in het onderzoek op schieren geweest. Ja, ik kom er dus liever voor een kop koffie, maar dat geeft niet. Dat is, Nou ja, voor mij is het een beetje, ik ga nu ook, als ik op schier ben, dan ben ik echt op vakantie. En waar zie ik zo'n spreeuw dan, komt er bij mij weer een brede grijns op mijn gezicht. Ik vind het fantastische vogels. Ja. En dan krijg je toch al die herinneringen aan die, de barre ervaringen die je deed tijdens al die experimenten in het veld. Ja, nou hartstikke mooi. Dit is het einde van onze podcast Menno en Erwin wandelen in de natuur en wetenschap. Volg ons op je favoriete podcastspeler, dan krijg je de nieuwe aflevering zo weer op je speler.